Welkom allemaal, welkom bij de Core Power. Wij gaan vandaag een stukje doen balans, maar ook een stukje uithoudingsvermogen. Dus we gaan gewoon rustig aan beginnen en ervoor zorgen dat de spieren in het lichaam die we gaan gebruiken even lekker warm worden. Dus voeten staan iets breder als de heupen. We gaan door de knieën buigen en weer omhoog komen. Doen we voor ongeveer 30 seconden door die knieën zakken. Een mooie squat maken. Als je hem vanuit de zijkant bekijkt, billen gaan naar achter. Borst is vooruit, schuin naar voren blijven kijken. Niet helemaal naar je tenen gaan kijken, maar juist naar voren. Goed door die knieën blijven buigen. We zijn op de helft en dan gaan we naar de volgende zometeen. Blijf in beweging. Goed blijven ademhalen, door de neus in, door de mond uit. Oké, gaan we naar de volgende oefening en dat is vanuit de lunchpositie. Eén keer doorzakken en de achterste knie naar voren halen. Doen we ook voor 30 seconden aan deze kant. Daarna gaan we wisselen van kant. Dus de voet die naar achteren stapt. Grote pas naar achter. Even die knie optillen voor hem. Ik hoop dat jullie me allemaal nog steeds goed kunnen zien, goed kunnen verstaan. Grote pas. Romp rechtop. En dan gaan we rustig wisselen van kant. Dus even losschudden. Andere kant, stap naar achter. Knie komt omhoog. Dus gelijk hier al een stukje balans erin. Als het goed is, merk je dat de hartslag omhoog gaat. Even die balans. Op. En door. Nog een keer. En stop maar. Schud even die benen los. Gaan we naar de grond voor de volgende. En de volgende oefening is een langzame mountain climber. Dus knieën richting de ellebogen, maar dan wel op langzaam tempo. Let op. Belangrijk hier. Heupen blijven laag. Knieën richting de elleboog. Jij bepaalt jouw tempo. Neus in, mond uit. En weer even ontspannen. Even de armen losschudden. Even een rondje zwaaien met die armen. Dan gaan we verder met de Superman vanuit handen en knieën. Om en om, ook afwisselend. Eén keer met rechts. Eén keer met links. Grote beweging. Niet te veel het been optillen omhoog, maar juist recht naar achteruit strekken. Arm naar voren. Neus in, mond uit, zuurstof naar binnen. En weer even ontspannen. Als het goed is, merk je dat je het al een beetje warm begint te krijgen. Ik in ieder geval wel. Dus die kan uit. We hebben de warming-up bijna gehad, dan gaan we zo meteen naar het stukje conditioneel. We beginnen dus, we gaan dus nog eventjes verder in de warming-up. We beginnen dus zeggen, plankpositie, elleboog op de grond, open draaien naar de ene kant, open draaien naar de andere kant. Doen we ook hier voor 30 seconden, let's go. Draai hem open, elleboog neer, open naar de andere kant. Belangrijk is dat de heupen net zoveel meedraaien als dat je schouders draaien. Volledige rotatie. Heen en terug. Neus in, mond uit. Zuurstof naar binnen. En eventjes rust. Mogen jullie op de rug komen liggen. Laatste oefening in de warming-up en dan zijn we denk ik goed warm. Armen mogen blijven liggen. Eén voet halen we los. Billen komen omhoog. Afwisselen van voet. Dus afwisselen tussen rechts en links. Even die hip bridge. Heupen komen omhoog. Even die bilspieren aanspannen. Blijven ademhalen. Hop. Laatste paar.
Oké. Even ontspannen. Mag je jezelf even helemaal lang maken. Armen boven het hoofd. En gaan we vanuit hier proberen zo snel mogelijk op te staan. Kom, let's go. In één keer. Hop, armen boven het hoofd. Nou gaan we rustig terug op de grond liggen. Doen we dat zo meteen nog een keer. Dus eigen tempo ga je omlaag. Helemaal uitstrekken, helemaal lang maken. En go. In één keer zo snel mogelijk opstaan met de armen boven het hoofd. Doen we nog 3 keer in totaal. De manier waarop je opstaat mag je helemaal zelf bepalen. Als je maar helemaal ligt. Go. Zo snel mogelijk opstaat. 2 te gaan. Go. Hop. En nog eentje te gaan. De laatste. Go. Hop. En in één keer op. Oké. Okay. We gaan verder met een stukje conditioneel. Daarna pakken we terug, gaan we wat minder intensiteit, gaan we naar balans. Maar we gaan dus eerst even ervoor zorgen dat de intensiteit wat omhoog gaat. We hebben zometeen 3 oefeningen, waarvan we elke oefening 20 seconden lang doen. Geen rust tussen de oefeningen, dus je doet ze alle 3 direct achter elkaar. Nou, wat zijn nou de 3 oefeningen? Oefening 1, jumping jacks. Oefening 2, de burpee. Plat liggen en opstaan. En oefening nummer 3 zijn de mountain climbers. 3 best pittige oefeningen achter elkaar, vooral om ze na elkaar te doen. We doen het dus zo, alle drie oefeningen, ben je 1 minuut bezig. Daarna hebben we ook 1 minuut rust. Okay? We beginnen met 1 minuut rust. We gaan kijken of we die rust natuurlijk ook af kunnen bouwen totdat het wat minder is. Maar we beginnen met 1 minuut. Het is 20 seconden per oefening, geen rust tussen de oefeningen. Jumping jacks, burpees, mountain climbers. Yes? Ik zet de timer aan. Ik doe mee, dus jullie kunnen gewoon met mij meedoen. Ik zal af en toe tussendoor misschien even kort uitstappen om een variant te laten zien hoe kun je het nou makkelijker of moeilijker maken. Nou, we gaan beginnen over 10 seconden. Iets meer dan 10 seconden. Ja, 10 seconden beginnen we. Doe dus gewoon mee. Hij timed af. En de jumping jacks. Let's go. Dus ronde nummer 1. Het is steeds maar 20 seconden per oefening. Dus probeer in die 20 seconden ook zoveel mogelijk in beweging te zijn. Natuurlijk is de optie voor de jumping jack stappen in de plaats van springen. Maak de beweging wel even groot. Heeft wel minder impact. Burpees in 3. Kom maar. Let's go. Helemaal plat. Terug omhoog, springen, armen boven het hoofd. Maak de beweging helemaal. Het is dus niet per se dat je nu vandaag een push-up moet maken. Het is meer plat liggen op de grond, opstaan en springen. Mountain climbers over 3, 2, kom maar. Mountain climbers. Knieën richting die ellebogen, hou die heupen laag. Makkelijker is natuurlijk hier tempo omlaag. Moeilijker maak je door de beweging sneller en groter te maken. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Oké, dat was ronde 1. Even ademhalen. Pakken ongeveer een minuut rust voordat we naar ronde 2 gaan. Neus in, mond uit. Dan ga je zo meteen in ronde 2 proberen datzelfde niveau aan te tikken. Dus dezelfde intensiteit te halen als wat je nu in de eerste ronde gehaald hebt. En dan gaan we proberen om daarna wat minder rust te pakken. Dus goed door de neus in, door de mond uit. Zuurstof naar binnen. We zijn op de helft, over de helft van de rust voordat we weer gaan. Oefeningen blijven hetzelfde. Jumping jacks, burpees en dan mountain climbers. 15 seconden te gaan, dan gaan we weer beginnen. Klaar voor? Komt ie aan, hè? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Jumping jacks. Uit en in, maak hem groot. Armen hoeven niet hoger als de schouder als je dat niet prettig vindt. Je kunt de beweging groter maken als dat voor jou gaat, oké? Jij kiest. Blijf in beweging, hou de tempo erin.
Nog 5, 4 en dan komen de burpees. Oké, snel door naar de burpees. Kom maar. In één keer door. Plat, op, armen boven het hoofd bij het springen. Hoppa. En door. In één keer. Blijf in beweging. En wanneer je merkt is te veel, pak je naar de optie, naar de plank en staan. Als je maar in beweging blijft. 3, 2, mountain climbers, let's go. Hop. Knieën richting die ellebogen. Schuin mag, recht mag ook. Wat jij zelf het fijnste vindt, oké? Hou vol. Nog 10 seconden te gaan. Kom op. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Oké, dat was ronde 2. Dan hebben we net 60 seconden rust gehad. Pakken we nu 30 seconden rust. Oké, de helft. Even ademhalen. Neus in. Mond uit. Als je wil, snel een slokje. Kan, een slokje drinken. Maar je hebt nog iets meer dan 10 seconden en dan gaan we weer beginnen. Als het goed is, merk je, hartslag is nog niet teruggezakt. Maar we gaan wel beginnen met ronde nummer 3. Over 3, 2, 1, jumping jacks, let's go! Deze ronde wordt zwaarder. Komt omdat je de ronde ingaat met een hogere hartslag. Dus kijk hier of je moet doseren. Of je misschien hier en daar wat lichter moet maken. Maar probeer vol te houden, oké? Jullie kunnen het. Burpees in 3, 2, 1, toma. Burpee plat, terug, op. De hele burpee is dus plat gaan liggen. Terug, op, springen, armen boven het hoofd. Als optie heb je de manier om naar de plank te gaan en terug rechtop te komen. Ook in beweging, zelfde spiergroepen, minder intensiteit. Mountain climbers, let's go! Kom op, het is maar 20 seconden. Dus probeer in die 20 seconden niet stil te gaan zitten, maar juist in beweging te blijven. Nog maar 10 seconden, kom op. 10 seconden. 5, 4, 3, 2 en rust. Oké, 15 seconden rust. En dan gaan we naar de volgende ronde. Na die ronde, geen rust, meteen nog een ronde erachteraan. Laatste stukje conditioneel voordat we naar balans gaan. 2 rondes, geen rust, direct achter elkaar. 3, 2, 1, let's go. Dus geen rust na deze ronde. 2 rondes na elkaar. En dan zit het conditioneel erop. Pakken we even rust tussendoor. En dan gaan we naar de balans, coördinatie. Hou vol. 1 laatste keer jumping jacks, zo moet je nadenken. Kom op, 3, 2, burpees, let's go. Hop. En op. Hop. Kies voor jou een tempo. En zorg ervoor dat je dat tempo vol kunt houden. Oké? Kom op, jullie kunnen het. Na deze hebben we de burpee nog maar 1 keer te gaan. Hop. 5. Mountain climbers. Kom maar, mountain climbers. Kies. Tempo omlaag als het nodig is. Onthoud, na deze mountain climbers geen rust. Meteen opstaan en door met de jumping jacks. Naar de laatste ronde. Over 5, 4, 3, 2, jumping jacks. Let's go! Hey, nu is die laatste ronde. We hoeven alles nog maar 1 keer. Kom op. Doorzetten, volhouden en afmaken. Nog maar 2 oefeningen te gaan na deze. Jullie kunnen het. Kom op. 3, 2, burpees, burpees. Hop. Dit zijn de laatste paar voor vandaag. Kom op. Kun jij er nog 3 maken? Minimaal 3. 1, 2, 3. Mountain climbers. Kom maar, mountain climbers. Hop, hop. Niet dit doen. Heupen laag. Handen onder de schouders. Knieën naar voren. Kom op. 10 seconden. Laatste 10.
Laatste stukje. 3, 2, 1. En rest. Oeh. Als het goed is, merk je. Hartslag is hoog. Ademhaling is hoog. Neus in. Mond uit. Niet jezelf klein maken. Juist groot blijven maken. Open die longen. Zuurstof naar binnen. Conditioneel zit het erop. We doen wel nog een stukje balans, coördinatie. Dit is ook even het moment om even een slokje drinken te pakken als je wil. Een slokje water bedoelen we dan, hè? Niet aan de whisky gelijk op maandagavond. Oké, hartslag is weer redelijk wat teruggezakt. We gaan zo meteen naar de balansoefeningen. Daarbij beginnen we op de grond. Gaan we uiteindelijk ook staan. Hartslag is nog hoog. En wat je zo meteen gaat merken bij de balansoefeningen, is dat we niet gaan bewegen. Zoals we vorige week gedaan hebben, de week ervoor. We gaan hem juist vasthouden in de eindpositie. En daar proberen de balans te houden. Dus stel je voor, we doen zo meteen de Superman. Dan gaan we niet bewegen, maar we gaan juist uitstrekken en daar vasthouden. Dus het gaat om die controle, om het vastknijpen, vasthouden van de buikspieren en de spieren in de onderrug. Oké? Ja, ik hoor niks terug, dus ik dacht, we gaan gewoon door. Goed. Hey, we beginnen dus ook gelijk met de Superman. Dat doen we voor 30 seconden aan de ene kant, daarna voor 30 seconden aan de andere kant. Oké? Dus je strekt hem uit en je houdt hem vast. Makkelijk is knieën, handen breed. Moeilijker, handen en knieën smaller. Nog moeilijker is op de knie van de grond en vanuit daar de Superman doen. Ja? Dus jij kiest jouw variant. 30 seconden rechts, 30 seconden links. Start over 3, 2, 1, let's go. Jij kiest zelf welke kant. Kijk jezelf hoe moeilijk je het maakt voor jezelf. En belangrijk bij die balansoefeningen is dat we het niet makkelijk vast kunnen houden. Hè? Het moet ons wel een beetje uitdagen. Dus daag jezelf uit. Haal misschien nog de tenen los als het kan. Iets meer balans. 10 seconden, dan gaan we wisselen. Hou die balans erin. Hou vol. 5, 4, 3. En snelle wissel, gelijk door. Als het goed is, merk je dat je het nog steeds goed warm hebt van die conditieoefeningen van toen net. Nu gaat het om balans. Hou die balans. Als het goed is, merk je ook hier en daar een klein beetje corrigeren. Een beetje trillen, dat is niet erg. Dat is waar we willen zijn. Hou vol, kom op. Laatste 5, 4, 3, 2 en ontspan. Oké, dat was oefening 1. Even losschudden, even ontspannen. Dan gaan we zo meteen naar oefening 2. Doen we vanuit de plankpositie. En dan gaan we wel de arm loshalen, maar je voeten mogen gewoon blijven staan. Het makkelijkste doe je deze plank vanuit de ellebogen en niet vanuit de handen. En vanuit daar gaan we één arm naar de zijkant uitstrekken, zonder in te draaien. Dus, normale plank. Voeten breed, één arm uitstrekken. Naar de zijkant en daar houden we vast. Ga dus niet dit doen, open draaien. Het gaat er juist om, heupen en schouders helemaal recht. Dit is een pittige oefening. Dus merk jij dat het te moeilijk wordt, te zwaar wordt. Dan zet je die hand die we naar de zijkant uitsteken, zetten we daar op de grond. Kun je net iets meer steunen, maar zorg je er wel voor dat die schuine buikspieren nog flink uitgedaagd worden. Oké? Doen dus 30 seconden rechts. Daarna 30 seconden links. Ga klaarstaan. Start over 3, 2, 1, let's go. Dus schouders zijn naar voren. Als je merkt dat het toch te zwaar wordt, prima. Zet dan je knieën neer, maar hou die spanning op die buikspieren. En ga niet je schouders opendraaien. Juist naar voren gedraaid houden. Vingertoppen zo ver mogelijk naar die zijkant toe. Nog 10 seconden te gaan. Kom op. Het begint wat te trillen. Wordt steeds zwaarder om hem vast te houden. 3, 2, 1 en rust. Oké. Zullen we gelijk de andere kant doen? Let's go. Andere arm, andere kant. Let's go.
Dus ook hier. Niet dat gaan doen. Niet gaan draaien met de heupen en de schouders. Juist terug naar voren. Hou ze helemaal recht. Hou ze stil. Even de knieën neer om hem wat lichter te maken. Dat mag. Of die hand, hè, die je naar de zijkant uitsteekt. Zet die even neer. Kan ook. Nog 10 seconden. Kom op. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Oeh. Krijg je er ook warm van? Huh? Even ontspannen. Even losgeven van de schouders, van de armen. Oké, okay. Gaan we verder op de rug. Dus je mag op de rug komen liggen. Zometeen de hip bridge. Ook die gaan we vasthouden bovenin, dus niet in beweging doen. Maar we gaan er wel een kleine beweging bij toevoegen. En dat is niet zozeer met de heupen, maar dat is meer met de voet. Dus, armen mogen op de grond liggen. Armen los moeilijker, aan de grond makkelijker. Eén been op de grond, andere been is los. Dat been strekken we uit. En vanuit hier gaan we de balans uitdagen door het been naar de zijkant te brengen en terug naar het midden. En als je deze doet, als je de ellebogen loshaalt van de grond, merk je al gelijk dat die oefening een stukje zwaarder wordt. Oké? Okay? 30 seconden rechts, 30 seconden links. Over 3, 2, 1, let's go. Dus maak die beweging groot met dat been naar de zijkant. Wat je automatisch merkt is als je linkerbeen naar links gaat, dat je knie naar rechts gaat. Dus compenseren. Probeer dat zoveel mogelijk tegen te houden, zodat je zo min mogelijk compenseert. Hou vol. Hou die heupen hoog. 5, 4, 3, 2 en wissel. Dus andere voet op de grond, andere been gestrekt. En let's go. Merk jij dat de balans te moeilijk is? Zet bijvoorbeeld alleen de ellebogen aan de grond. Nog te moeilijk, zet ook de handen aan de grond. Daag jezelf uit. Kijk hoeveel je uitdaging aan kan in die balans. Hou die heupen hoog, oké? Okay? Aanspannen van de bilspier. Hou vol, laatste 10 seconden. Drie, twee, één en rust. Even losschudden van die benen. Oké. Mogen jullie komen staan voor de volgende oefening? Doe rustig aan, kom rustig staan. De volgende oefening is vanuit staanpositie. Eén voet halen we los, we gaan onszelf lang maken. Armen boven het hoofd, één been naar achter. Doen we ook hier 30 seconden aan de rechterkant, daarna 30 seconden aan de linkerkant. Alright? Oké, let's go. Dus één voet komt los, daar begin je, hou de balans. Verplaats het been naar achter, leun voorover met je romp. Stambeen is licht gebogen, armen zijn boven het hoofd en hou vast. Het gaat om de uitdaging van die balans. Dus als je merkt dat het te moeilijk wordt, mag je gerust even ergens iets vasthouden. Maar probeer dat niet te veel te doen. Het gaat er juist om dat we onszelf uitdagen en die balans houden. Mooie rechte lijn. Laatste 10 seconden. Dan gaan we snel wisselen. Gelijk door met de andere kant. 3, 2, 1. Snelle wissel. Andere kant. Ook hier. Loshalen. Vooroverleunen. Armen boven het hoofd. En hou vast. Neus in, mond uit. Niet te veel die knie buigen. Probeer hem juist uit te strekken. Mooi lang maken. Van voor naar achter. En zoals je ziet, ook bij mij gaat het niet makkelijk. Dat is ook niet de bedoeling. Juist willen we die uitdaging hebben. 3, 2, en rust. Even die benen losschudden. Dan gaan we zo meteen naar de laatste oefening. Nou, dat is ook staand, ook voor balans. Alleen dan gaan we één been in beweging brengen, zonder de grond te raken. En op het andere been gaan we balans houden.
Ook hier mag je even vasthouden, maar probeer dat niet te doen. Als het niet nodig is, niet doen. Handen in je zij, armen aan de zijkant. Jij mag kiezen. Eén voet komt los. En vanuit daar gaan we naar voren en naar achter zwaaien. Gewoon laten zwaaien, heen en weer. Hoeft hem niet zo hoog mogelijk op te tillen. Gaat gewoon nog lekker in beweging. En aan de andere kant om de balans te houden. Yes? 60 seconden rechts, 60 links. Of 60, 30 rechts, 30 links. Let's go. Dus we beginnen gewoon met zwaaien. Bovenlichaam, lichaam houden we recht. Gaan we niet te veel meebewegen. Armen naar de zijkant. Of in je zij. Eén punt focussen kan helpen. Als je merkt dat dit makkelijk gaat, probeer het anders te doen met je ogen dicht. Merk je gelijk dat die al wat lastiger wordt. 3, 2, 1 en wissel. Andere kant. Gelijk door. Hoeft niet hoog. Als je maar gewoon wel de bewegingsuitslag groot maakt. Dus niet dat je alleen dit aan het doen bent. Maak hem wel groot. En hou die balans. Kijk, en als je het goed is, als je merk je dat als je er eenmaal in zit, dan gaat het ook wel. Het is vooral even dat inkomen wat lastig is. Oké, dat was hem. Schud even je benen los. Als het goed is, is de hartslag ook weer redelijk teruggezakt. We zijn dus met een hele hoge intensiteit begonnen. Waarna we de intensiteit af hebben gebouwd, daar gaan we nog eventjes mee door. Dus we gaan een stukje flexibiliteit doen nog. Dan zet je voeten even iets breder als je heupen. Draai je tenen licht naar binnen toe en gaan we dan met de vingertoppen richting de grond. En dan zul je de rek flink voelen, achterkant bovenbeen. Kan wat zijn in de zijkant van de scheenbenen, zijkant van de kuiten. Gewoon even laten hangen, even die stretch achterkant bovenbeen. Ontspanning in de rug. Oké, kom rustig weer omhoog. Maak jezelf even helemaal lang. Dus armen boven het hoofd strekken. Klein beetje naar achteren leunen. Rek op die buikspieren. Goed blijven ademhalen. Diep door de neus in. Door de mond uit. Dan doen we de handen en de ellebogen even bij elkaar. Ellebogen doen we tussen de knieën. Duw die ook met je knieën naar elkaar toe. Dan maken we de rug bol. Dan zit de rug, rek vooral in de bovenrug, schouderbladen, achterkant van de schouder. Blijf ook goed die rug bol maken. En kom rustig weer omhoog. Draaien we de duimen even naar buiten. Even rek op de borst, voorkant schouder. En even die armen losschudden. Gaan we even kort naar de grond. Eén knie op de grond. Eén voet naar voren. Vanuit daar duwen we de heupen voorwaarts. Leunen we de schouders een beetje naar achter. Zit de rek in de voorkant van de heup. Goed rechtop blijven. Niet te veel naar voren gaan leunen. En rustig even wisselen van kant. De andere voet naar voren. Grote pas. Heupen voorwaarts, schouders licht naar achter. Hou deze positie nog even vast. Blijf die bilspier aanspannen. Goed die heupen naar voren. En dan zetten we rustig de knieën weer bij elkaar. Nou, top! Dat was de core power weer voor vandaag.